ADO Den Haag wacht nog altijd op de eerste thuisoverwinning. Zondagmiddag wacht FC Utrecht de Hagenaren in het eigen Kyocera Stadion de tweede nederlaag van het seizoen toe. Uitslag 1-2. Ondanks de fitte selectie van Maurice Stijn waren de Utrechters zowel voetballend als fysiek de betere. Trainer Maurice Stijn. In de eerste 15 minuten deden we wat we afgesproken hadden. We wisselden goed van kant in de opbouw. Dan kom je voor. Ja, en daarna vind ik dat mijn ploeg heel slordig is aan de bal. Uiteraard door het goede druk zetten van Utrecht. Maar ik vond dat wij te makkelijk de ballen kwijt waren. En eigenlijk zelf twee doelpunten weggeven. Eerst Toornstra die hem verliest en daarna Van Duinen die nog eens onderuit glijdt. Ik vond wel dat Utrecht ook in die fase veel meer balbezit had. Zij waren veel zuiniger op de bal. Dus het verwijt wat ik mijn ploeg in de rust heb gemaakt is dat wij niet zuinig op de bal waren. Op het moment dat je hem na één of twee pasen al kwijt bent, dan kun je het niet opbrengen om elke keer weer de bal te veroveren. Utrecht kon dat wel. Die hielden heel lang de bal in bezit. Als ze hem verloren, zetten ze direct druk erop en dat deden ze hartstikke goed. Dat deden ze beter dan ADO. Nou, tweede helft probeer je inderdaad via opportunistisch voetbal met een spits erbij en in ieder geval Meijers door naar het middenveld iets te creëren. Nou, daar waren we niet bij machten. Ik vond nog steeds de tweede helft dat we slordig aan de bal waren. Utrecht beheerste de wedstrijd. Liet ons eigenlijk leven met een aantal kansen. Bij 3-1 is het helemaal gebeurd. En dan moet je een klein beetje geluk hebben dat op het laatst nog dat er nog een bal binnenvalt, dat het 2-2 wordt. Maar eerlijkheid gebied natuurlijk te zeggen dat dat niet terecht was. Ja, ik krijg een voorzet vanaf de zijkant en ik kop hem richting de goal, want ik sta denk 2 meter al voor de goal. En ik denk dat de keeper hem gewoon heel goed pakt en dat ik pech heb. We begonnen goed, maar na een tijdje hadden we het lastig met Kali, die toch wel veel vrij kwam en van daaruit het spel kon verleggen. Ik denk dat we dat niet goed hebben gedaan. Ja, we hebben niet goed gespeeld en we hebben ook weinig duels gewonnen, geen tweede ballen gepakt. En ik denk, dan ga je niet winnen.